Asymmetrie van Lisa Holliday. Ik ben er een beetje laat bij, want dat boek is al vorig jaar verschenen en is toen door mij niet opgemerkt. En ik heb het nu pas gelezen, maar ik vind het echt fantastisch leuk en goed en boeiend. Dus ik wou er toch even de aandacht op vestigen. Het wordt zowel op de flap, hier op de flaptekst, als ook achterop een roman genoemd. Een prachtige, knap gecomponeerde debuutroman. Nou ja, het is een prachtig boek, maar een roman is het absoluut niet. Het bestaat uit 3 totaal verschillende stukken. Eerst een verhaal van een vrouw. Een jonge vrouw die een verhouding krijgt met een oudere schrijfster. Nou ja, dat is mevrouw Holliday zelf. Die een verhouding krijgt met de befaamde schrijver Philip Roth. Die helaas enige tijd geleden overleden is. Dat is het eerste verhaal. Dat heeft ze echt heel erg leuk opgeschreven. Hoe ze met die oude man vrijt. En wat ze allemaal uithaalt met die oude man. Echt goed gedaan. Dan krijg je een heel ander verhaal. Over een man die op weg is naar Irak, naar Koerdistan, om zijn broer te bezoeken. Een Irakees, een Amerikaanse Irakees. Maar die wordt op Heathrow vastgehouden. Omdat, ja, niet duidelijk waarom, een beetje Kafka-achtig verhaal. En hij zit daar dus al die tijd vast en op een gegeven moment wordt hij weer teruggestuurd. Hij mag niet naar zijn broer in Koerdistan. Een onthutsend en schokkend verhaal is het. Ook heel erg goed gedaan. Maar voor mijn gevoel is er geen enkele verbinding met dat eerste verhaal over Philip Roth. En dan komt er nog een derde verhaal. Dat is eigenlijk geen verhaal, maar een interview. Dat is een interview, een gefingeerd interview. Ook weer met Philip Roth. Hij wordt daar niet Philip Roth genoemd, maar Ezra Blazer. Maar goed, het is dezelfde man als uit het eerste verhaal. En dat is een pastiche op alle interviews die Philip Roth heeft gegeven. En dat heeft ze ook echt ontzettend leuk en goed gedaan. Dus als geheel is het een voortreffelijk boek, maar een roman is het niet.